20 jaar NVA en we hebben ook een cadeautje voor u. We maken een podcast, acht afleveringen lang, met de kopstukken en met de mensen achter de schermen die het verschil hebben gemaakt, te bekijken en te downloaden via de website als audiopodcast. Eerste aflevering uiteraard met de founding father van de NVA, Geert Bourgeois. En we hebben ook het knappe meisje gevonden dat naast hem stond toen hij het logo onthulde, die 13 oktober 2001. 20 jaar NVA, podcast. 20 jaar NVA. Een studio podcast gepresenteerd door Mark de Mesmaker met verhalen, anekdotes en mensen die betrokken waren bij de opmerkelijkste momenten voor en achter de schermen. Dag iedereen. De oprichting van de NVA, dat kan natuurlijk niet zonder de founding father zelf van de partij, Geert Bourgeois. Goeiedag dag Geert. Goedemorgen Mark. Dossiervreter. Uh, Dossierwetter van, van de Volksunie, de voorganger van, van de NVA in de Kamer, de gewezen voorzitter van de Volksunie ook, maar ook de eerste voorzitter en het eerste en enige Kamerlid toen van de nieuwe partij, de NVA. Uh, Isa Gemenaar en uh, vandaag ook Europees parlementslid. Naast hem zit Inne Tombeur, iemand die er van achter de schermen eigenlijk van in het begin ook bij was. Militant van het, uh, van het eerste uur als jongere. Mm -hmm nog altijd even jong en sprankelend uh, na twintig jaar, in het tombeur, dus Schepen van Tienen uh, nu Vlaams-Brabant, en u stond toen letterlijk mee aan de doopfond van de partij, samen uh, met Geert, daar gaan we zo meteen op terugkomen, maar eerst Geert, twintig jaar, ja, dat is een hele tijd en toch niet misschien, hoe kijkt u daar nu op terug, had u ooit gedacht te staan waar we nu staan en te zitten waar u nu zit? Ja, nee, absoluut niet. Hè. Zoals ik al vaak gezegd heb, het is, uh, het is omzien en verwondering. Hè. Gestart um, in 2000, in hele, hele moeilijke omstandigheden. De eerste verkiezingen in 2003, ja, die kiesdrempel van Verhofstadt, die ons echt wel zwaar parten gespeeld heeft, hè, die ertoe leidde dat we maar één zetel haalden, dat was in West-Vlaanderen toen. Um, en uh, als je nu terugkijkt van die kleine. Partij die men toen een eenmanspartij noemde, naar nou de grootste partij, niet alleen van Vlaanderen, maar heel België, dan kun je alleen maar zeggen: ja, een ongelooflijk parcours hebben gereden. En, en uh, ja, omzien en verwondering, zo zeg ik het altijd. Ja, twintig um, ja, jaar geleden ondertussen. Uh, we kunnen natuurlijk niet praten over uh, de, ja, de oprichting van de partij zonder het te hebben over wat er daaraan is uh, vooraf gegaan. Eigenlijk een hele saga die geleid heeft tot de splitsing van de toenmalige Volksunie, een partij die al bij al toch 52 jaar heeft bestaan. Hè. Um, eigenlijk is de NVA ontstaan als een resolutie, laat ons zeggen, van een aanslepende ruzie toch? Aanslepende ruzie, eigenlijk. Um de, laten we maar zeggen, de aanleiding was de vijfde staatshervorming van Verhofstadt. Zo lees ik het op de, uh, Wikipedia de, inderdaad, de, de, ja, de, de L Ambremont L Ambremont, he, akkoorden, uh, waar uh, die uiteindelijk de aanleiding geweest is tot de, de, ja, het uiteenvallen van van de VU. Maar dat was niet de oorzaak, dat was de aanleiding. De oorzaak zat heel, heel, heel veel dieper. En had te maken met het feit dat de top van de partij niet meer geloofde in een toekomst voor een democratisch Vlaams nationalisme. Ik werd Kamerlid eh, toen ik 44 was. Ik had dus al een hele loopbaan achter de rug. En ik kon dat onbevangen doen. Ik ging naar de Kamer in 1995 met een heel sterk geloof. Dat we die partij die een zware crisis had weer konden optellen. U kent de situatie. Uh, Manu Reis en anderen die schreven dat wij terminaal waren. Herman de Kro. Croo... De duidelijkheid van de iets jongere kijkers Manu Ruijs, dat was de. Hoofdredacteur. De hoofdredacteur. Van, van, of van, de van de Standaard, die binnenlandse politiek bij uitstek ja. eh, volgde. Een gezaghebbende stem ook. Herman de Kroo, vader de Kroo, die het op een bepaald moment had eh, over, ja, over de VU. Maar ja, je schiet ook niet op een ziekenwagen. Hè, je kent dat, die smalende commentaren. En we waren nieuw verkozen, we hadden een, een, een mooie fractie. En uh, na een tijdje las ik in de standaard: Kijk, bij ons zullen we niet meer lezen dat het gedaan is met, met die VU. Wij waren echt wel heel sterk bezig. Met hele inhoudelijke dossiers. We profileerden ons, wij geloofden erin. Maar uh, in 1996 kwam ik in dat partijbestuur. En tot mijn grote verrassing zag ik eigenlijk dat de top van de partij echt niet meer geloofde in die toekomst. Om een voorbeeld te geven, we hadden elk jaar een partijbestuursweekend. Wat we nu nog doen, maar nu is dat met de fracties en zo. Om het werkjaar voor te bereiden. Ik ging daar naartoe met plannen voor dat werkjaar, in welke klemtonen gaan we leggen? Hoe gaan we de politieke agenda bepalen? Hoe gaan we ons profileren? Maar um, elk jaar opnieuw uh, verzanden dat Partijbestuursweekend in wat ik een beetje ja, spottend begon te noemen, de existentiële vraag: doen we verder of doen we niet verder. Uh, gaan we naar een andere partij of we uh, er helemaal mee op. En toen zag je dat er bijna evenveel voorkeuren waren als andere partijen. Een aantal mensen wilden naar de CDV, een aantal anderen wilden naar de Liberalen, een aantal anderen naar de Socialisten, een aantal anderen naar de Groenen. Achteraf, bij het uiteenvallen van de VU, is dat ook uitgekomen. Ik wist perfect wie waar naartoe zou gaan. En dat was eigenlijk de fundamentele zaak samen met mijn medestanders geloofde ik wel in die toekomst, ik was er vast van overtuigd dat we die wel hadden maar op voorwaarde natuurlijk dat we ons niet verwijderden van ons kiezerskorps de leiding toen dreef de partijen werkelijk naar klein links eh, dat, dat was echt niet vast wij, wij hebben een, een, een centrum rechtspubliek, wij gaan voor een sterke economie om een sociaal beleid te voeren maar we zijn absoluut niet tegen eh, gezonde bedrijven, in we vinden dat die de welvaart creëren en ja, die Leiding zag alleen nog maar Klein-Links als toekomst. En daar zag je eigenlijk het, het hoofdprobleem van de VU. Um, de VU had zich ook midden de jaren 90 uitgesproken voor confederalisme. Voor een eigen stem in, aan de Europese tafel. Um, een aantal mensen zeiden nee, we gaan het houden bij de status quo nu, er moet niks van autonomie meer bij komen. Terwijl wij elke dag, ook in het vak dat ik volgde, justitie aantoonden ja, dat dat land niet werkt, dat je twee democratieën hebt. Ik heb dat al in 1995-1996 gezegd, toen we na de zaak Dutroux begonnen met de grote hervormingen van justitie. Ja, dan zag je dat die Franstaligen het Parijse model wilden kopiëren, dat wij keken naar die noordelijke landen eh, om justitie te hervormen, te moderniseren. En dat is nu één voorbeeld, maar je hebt die evenzeer op vlak van volksgezondheid, op vlak van tewerkstelling, enzovoort, enzovoort. En dus dat was eigenlijk de, de, de grondoorzaak euh, dat de top van de partij niet meer geloofde in de toekomst van een democratische Vlaams Nationale Partij. En ik kom even euh, naar jou. Ja. Uh, ja, ja, toen, als jonge basismilitant, had je datzelfde gevoel, voelde je toen ook aan dat de top zich. Ja, Een beetje verwijderd had, volksunie bedoel ik dan, van, mm -hmm. van de basisstructuren van de partij, van, van de lokale afdelingen, van, van de jongerenafdelingen ook? Ja, ik heb dat zelf minder aangevoeld. Ik ben uh, bij, de, bij de VU, bij de Volksunie Jongeren gekomen, ik denk in 1999, in Limburg toe. We hadden daar een, een goede werking, zelfs in uh, de VU Limburg. En. Frida Breepoels, een van de medestichters. Um, ja, ze wordt ook nog een van onze volgende gasten. Ah, voilà. Mm. Um, die, die is altijd bekommerd geweest met de jongeren. En ik heb van haar heel veel geleerd, om het zo maar te zeggen. Ik heb daar, eigenlijk, van op afstand, meer van gemerkt. In de pers las je dat uiteraard wel en zo verder. Maar eigenlijk, bij de militanten op de vloer, om het zo maar te zeggen, was dat minder. Maar dat heeft er eigenlijk wel voor gezorgd dat het... Voor mij heel snel duidelijk was eh, die lijn van iedereen telt. We gaan eh, voor de inhoud, niet voor de verpakking, eh, die Vlaamse eigenheid en zo verder. Was voor mij toen wel heel snel duidelijk van, van kijk, ik ga mee eh, het traject van Vlaams Nationaal volgen. Dus mm -hmm. ja, bij ons in Limburg levert dat precies veel. Minder. Ja, je had natuurlijk het voorbeeld van, van Frida. Frida was ja. ook de compagnon de route, zo'n ja. beetje. Ja, absoluut. Ja, wij zijn met z'n vieren in de Kamer in het verzet gegaan tegen de fameuze Lambert-Mont-akkoorden die eigenlijk erop neerkwamen. Ja. Dat nou, we er... moeten even verduidelijken wat dat precies weer was, hè. Wel, die Lambert-Akkoorden uh, kwamen uiteindelijk neer op de vijfde staatshervorming, maar die droeg ontzettend weinig essentiële bevoegdheden over aan de deelstaten. Maar kent wel enorm veel middelen toe, waar ondertussen alweer zwaar in gesnoeid is. Iedereen zag dat dat model niet haalbaar was. Uh, voerde geen verantwoordelijkheid in voor de centen, geen fiscale autonomie, uh, maar wel een grote transfer en vooral op eis van de toenmalige PSC, die aan. Dan verrast dat de tweederde meerderheid aanbood in ruil voor meer geld voor het vanstalig onderwijs en in ruil voor de goedkeuring van het onzalige minderhedenverdrag om dus ja, rechten te kunnen toekennen aan de Fransstaligen, niet alleen in het Vlaamse land maar in heel Vlaanderen, ook in Antwerpen Knokke, Brugge, waar, waar toch altijd haar de nesten van, van Frans Kilion zijn, waar wij absoluut tegen waren. Wij zijn er in, tegen het, verzet, in het verzet tegen gegaan, uh, met ons vieren in de kamer um, en uh, wij werden met die vier dan in de media de bende van vieren genoemd uh, pejoratief bedoeld, maar we zijn dat als een ere als een geuzenaam, blijven beschouwen. En we dragen die naam ook nog altijd trots en komen en, ook geregeld bij elkaar. Noemen ze, noemen ze de namen? Nou, dat uh, zijn dus Frida Breepels, uh, Limburg, Karel van Hoorweken uh, Gent, Danny Pieters, Leuven en uh, ikzelf. Ja. En jullie kwamen regelmatig bij in? Om dan plannen ja. te smeden of complotten te smeden, moet ik dat wel, zeggen? Wel, toen wel, ja. We zagen elkaar natuurlijk bijna dagelijks in de kamer. Hè. En daar hadden we direct... We uh, moesten geen, geen WhatsApp-groep maken, wat ook nog niet <laughs> kon toen. Maar we zagen elkaar fysiek. En uh, dan, dan is later de Oranjehofgroep uh, daar... We hadden net komen. ja. Was dat hetzelfde? Die Oranjehofgroep? Nee, die was breder. Die was breder dan. Nee, ja. Dan betrokken we daar andere mensen bij. Uh, ja, waren we dus uh, in stilte, alhoewel dat misschien toch ook wel een beetje uitgelekt is... Uh, toch onze plannen smeden. Ja. ja, ik heb daar wel een en ander in de pers over gevonden. Ine, ja. Ja. Weet, weet jij precies wat, wat die Oranjehofgroep dat op slaat? De naam alleen al, Oranjehof. Ni niet helemaal. Het nee, is een quizvraagje hoor dus, ja, uh -huh. een quizvraag die ik niet ken. Nee, het is <laughs> nee, dus de, naam, de naam van een uh, van een restaurant, dacht ik. Hè? Uh, uh, ja, je als je het positieve kijkt, was de naam <laughs> <inderdaad. Hoezo? laughs> nee, het naam een restaurant uh, inderdaad. Nee, daar was ook wel wat commentaar over, daar ga ik niet op ingaan. Ja, maar dat, op die uh, steenweg. Dat heette dus het Oranje Hof. Uh, en ja, we werden dan de Oranje Hof Groep, ja. Trouwens, nog een mooie anekdote. Na een aantal keren, vele keren vergaderen. Uh, we keken altijd wie van de partijraad we daar best bij betrokken. Op een bepaald moment beslisten we om Bart de Wever daarbij te vragen. Na een verloop van tijd. En Karel van Horneweken zou zich uh, kwijten van die grote taak. Maar bleek dat hij de verkeerde persoon uh, uitgenodigd had. Zo onbekend was Bart toen nog. <laughs> en toen wij toekwamen, zat die verkeerde persoon daar, die absoluut niets mocht weten van die, van die, van die plannen. En dus ja, dat was een kleine, een kleine een anekdote. Ja. Maar je hebt dat kunnen oplossen toch? Een ja, dat oplost, manier, ik, ja. heb ik ja. gewoon geweigerd om binnen te gaan, tot, tot dat opgelost was. Ja. Want ik wou ja. niet dat die hele groep daar ja, in ja. het oog kwam. Ja. Hoe keek u als, als uh, ja, viewer naar, naar Geert en naar die toestanden? Dat was voor mij iets wauw, bij wijze van spreken. Ik, ik was net in de politiek. Je wordt dan gevraagd om in een partijbestuur te komen, want men wou jongeren vanuit uh, elke provincie uh, betrekken. Ik heb dan zo bij kennis toch een beetje geïnformeerd partijbestuur. Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Dus dat was, ja, wauw. Je beslist mee over de naam van de partij, over het manifest. Hoe gaan wij ons verder organiseren? En zeker als ik daar nu op terugkijk, is dat zo van. Ik zat daar inderdaad bij Geert, bij Ben, bij Bart, bij Erik de Voort, Jan Lones. Allemaal bij die grote mannen, hè, want het was een beetje een mannenclub, <laughs> als ik het achteraf een beetje bekijk. Uh, het was ondertussen wel rechtgezet, uh, aan tafel. En we hebben daar eigenlijk ja, mede de, de, de fundamenten gelegd voor de grootste partij van Vlaanderen. Ja. ja. Je, noemt daar, je noemt daar onder andere Ben. Ja. Ben Wijts, ja. Wat deed hij op dat moment uh, binnen de partij? Hij was woordvoerder zeker. Hij was woordvoerder, maar was heel sterk betrokken bij, bij de oprichting ja. van de NVA va natuurlijk. Um, ja. Hij was woordvoerder, maar was ook uh, mede bepalend voor de strategie bij de oprichting van de partij. Hij heeft een fantastisch grote rol gespeeld daarin. Absoluut. Ik moet u zeggen, ik heb er ook anekdotes over horen vertellen. <laughs> een bijzonder harde werker. Ja, heel zeker. Kon al eens een nachtje doordoen. Ja, klopt. Op mijn kabinet uh, trok hij altijd de hele nacht door van donderdag op vrijdag. Omdat u dan minister was. Ja. Toen was u al minister? Toen, uh, ja, ja. toen ik minister was, ja, maar om, om, om hem te typeren, ja, was ja. toen ook een verstokter roker nog. Hij een ja. strategisch bureau gekozen, met enig met een balkon of een plat dak erachter, waardoor hij door het raam kon klauteren om, 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 of sigaretten te roken. Ja. Maar ja. is daar gelukkig mee gestopt. Ja, op het ja, ja. Maar zijn werkkracht heeft hij nog altijd. Ja. Ja, en dan viel, hij, euh, dan viel hij in slaap op zijn bureau overdag. Heb ik niet meegemaakt, moet ik zeggen. Daar zal hij wel voor gezorgd hebben dat dat. Euh, <lacht> <lacht> dat <lacht> dan is het een roddeliek hoor. Ja, dat klopt het niet. Ja, ja. Uh, u, u, u zei er straks, Geert. Ja, ik, ik had geloof in de toekomst van de partij. Maar hoe zag u dan precies die toekomst van de partij? Want was het ook, ook niet zo? Uh, en dat lees je dan ook in de als je de commentaren van toen terugleest. Ja, de Volksunie heeft eigenlijk het grootste deel van haar programma toen verwezenlijkt. Hè. Waarom is ze nog nodig? Mm -hmm. Mm -hmm. Um, maar u dacht er anders over. Ja, ik dacht er zeker anders over en trouwens, ik, ik betwist dat ook. Zoals ik al zei, midden de jaren negentig had de VU al gekozen voor uh, confederalisme met een, met een tienpuntenplan voor staatsvorming. Uh, met uh, een zetel rechtstreeks aan de Europese tafel. Alleen was het zo dat, laten we maar zeggen, de top van de partij daar niet meer in geloofde. En los van het feit hoe ver je die autonomie uh, wil zien gaan, is het. Nog wel duidelijk nu, maar toen ook al voor mij dat Vlaanderen absoluut de hefbomen nodig heeft om in te staan voor zijn eigen welvaart. Wij werken hard, wij sparen hard, wij zijn uh, grote ondernemers, wij voeren uit, wij zijn zeer innovatief, we hebben een sterk onderwijs, maar de Vlamingen plukken daar de vruchten niet van. Als je kijkt naar de noordelijke landen, welke return on investment, als ik dit zo oneerbiedig mag uitdrukken, zij hebben voor wat zij bijdragen aan hun regering, aan hun bestuur, um, ja, dan scoren wij absoluut ondermaats. En je ziet het nu ook weer vandaag, hè, met de discussie over de, de werkzaamheidsgraad, die naar 80% moet. Uh, dat zit volledig geblokkeerd, omdat je een dominante linkergroep hebt in, in Wallonië, die er absoluut niet mee akkoord gaat. En dus, toen al zeiden wij, we moeten die hefbomen fiscaliteit, arbeidsmarkt, gezondheidsbeleid, die moeten we in handen krijgen met een eigen uh, fiscale financiële verantwoordelijkheid natuurlijk. Hè? Want nu zijn dat puur grotendeels toch en nog altijd dotaties heb je. Heb je dotaties waar je dan zelf niet moet instaan voor de middelen die je uitgeeft, wat, wat, wat haak staat op wat echt een uh, democratie is. Hè? Um, en uh, dat uh, was dus inderdaad het, het punt. De VU had haar programma niet gerealiseerd. Maar uh, de toppers, uh, of een aantal onder hen, vond dat dat wel, ja. wel zo was. En komt dan daarbij ook die klein, uh, linkse richting, die dodelijk was, die niet vast was. Omdat we ons richten op, op mensen die, die actief zijn, die verantwoordelijkheid hmm. nemen, die welvaart willen creëren. Wat niet betekent dat je asociaal bent. En teken, dat is een sterke economie. Ik zeg altijd sterk. Sterk en sociaal. En dus ja, dat botste eigenlijk op, op heel veel punten. Ja. Ja, natuurlijk, dat was, bracht natuurlijk geen, geen fraai beeld ook naar de buitenwereld. Nee. Hè, van, van een partij in een ruzie en, en in verval, eigenlijk. Dat... Mm -hmm. Als militant was ik daar eigenlijk niet zo mee bezig, omdat ik toch wel geloofde in wat er ging komen. Mm -hmm. We hadden goeie groep, het verhaal was sterk, het was een heel sterk verhaal, daar stonden veel mensen achter en we wisten dat we daarmee vooruit konden geraken. Ja, precies. Ja. Um, een van de, van de zaken was de samenwerking met uh, ID21, noemde dat, kun je nog eens uitleggen wat dat precies was? Ja, dat was de zogezegde grote verruimingsoperatie van, van Bert om om de VU nieuwe, nieuw leven in te blazen. Wat is dus uitgelopen op, op een mislukking? Uh, de, de, de topfiguren daarvan zijn trouwens naar open VLD gegaan. Dat uh, bracht niets bij. Het tegendeel, het, het verergerde eigenlijk alleen maar de discussies. Um, en ja, zoals Ine zegt, eigenlijk uh, was er heel veel discussie altijd in die partijkrim, die partijbesturen, die partijraden. Dat waren altijd twee uh, blokken tegenover elkaar, dat waren altijd stemmingen over alles en nog wat. Daar was geen hechte groep meer, dat was geen eensgezindheid. Je politieke medestanders hoeven daarom niet allemaal dichte vrienden te zijn, maar... Je, je moet toch wel een gemeenschappelijk doel hebben om je daar goed te voelen. En dat is het grote verschil met de NVA, die één grote familie is, een warme partij is, waar je gerust van mening kunt verschillen over een aantal zaken, maar waar dat niet leidt tot, tot dat soort fundamentele breuken. ja Precies omdat je omdat je over de grote lijnen wel eensgezindheid hebt. Ja, goed, ik, ik kom even dan naar die drie. Want op een bepaald moment wordt dan gezegd, oké, okay, we, we, we gaan de leden. Ja. een zeg zeggen, ja, ja. waar moet het naartoe met de partij? Ja. En er waren drie groepen. Hè? Ja. Er was inderdaad Vlaams Nationaal. Onder leiding van Geert. En ja. zijn bende van vier dan. Inderdaad. Dan had je... De middengroep, als ik mij nog goed mm -hmm. herinner. Mm -hmm. En die derde groep, dan moet ik al even nadenken, dat was de groep rond, rond ID21, denk ik, hè. die ja, later naar De spirit... toekomstgroep? De, toekomst. de toekomstgroep, ja. En de middengroep, dat was dan de, de groep niet-splitsende Ja, Ja, ja. Waar ja. 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 een aantal goedgelovige mensen in de meegestapt zijn, waarvan een groot deel achteraf bij ons ja. gekomen is. Maar die middengroep was ook bevrouwd, bemand, door mensen waarvan ik wist die gaan wel naar de toekomstgroep gaan. Achteraf, dat was een zeer tactisch manoeuvre ook van een aantal mensen. Um, waardoor wij finaal met Vlaams Nationaal niet, niet de... 50% procent, uh, grens uh, gehaald hebben. Wat dan ook betekende dat wij de namen ja. verloren. Dat was Vooral de inzet. duidelijkheid: dat was dus het referendum, het ledenreferendum. Het ledenreferendum, ja. Dus, maar de handvraag was: ga je, ga je kunnen vormgeven aan een partij die dat, uh, sta, die, die staatsvorming, die de, de, de kerngedachte die het Vlaams Nationalisme was en uh, ook uitdraagt, die, die daarin slaagt. En dat wilden wij met Vlaams Nationaal. Dat, dat was heel duidelijk. En dan uh, kwam dat uh, referendum, um, dat er dus toe leidde, wij stranden op, op net geen, geen 50%. Procent. En dat betekent dat wij een nieuwe naam uh, moesten kiezen. Ik was denk ja. ik de enige die daarom treurde. Ik, ik wou echt doorgaan met de naam VU, ik was een VU En ik wou daarmee doorgaan, maar eigenlijk mijn medestanders, die treurden daar helemaal niet om. In tegendeel, die werden dat achter zich laten. Um, en ja, toen moesten wij een nieuwe naam kiezen. Ja, nee, ik denk dat u niet de enige was die daarom treurde. Die naam de volksunie was toch ingeburgerd. Heel veel militanten hebben daar toch jaren jaren voor, allee, voor gewerkt, ook gratis en voor niks. Heel vaak uh, campagne gevoerd, deuren plat gelopen, georg eetkermissen georganiseerd. Ja, ja klopt. Ikzelf ik was er toen nog hey, twee jaar of zo bij. Vooral voor de jongeren, voor de VU VO, uh, waren we bezig. Maar ja, het was wat het was. Maar we waren wel blij dat we verder konden gaan... Dus, uh, Inhoudt primair boven de bovenste. Ja, ja, ja. 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 Dus, uh, ja. 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 Goed, um, en, en dat was zo vooraf afgesproken: kijk wie, uh, wie 50% haalt, die mag de naam behouden. Ja. Dat was vooraf zo in de scheidingsovereenkomst, zeg ja. maar, ja. Ja. afgesproken. Ja. 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 Je mocht die niet meer gebruiken, hè, voor in, tot in de eeuwigheid al contractueel vast. Uh, dus ja, je moest op zoek naar een nieuwe naam. Uh, toen zijn diverse namen de, de, de revue gepasseerd. Uh, ik kreeg die vergadering dan met, met een uh, reclamebureau erbij. Dan kwam uh, uh, finaal uit op, op VA. Ik was daarvoor, Vlaamse Alliantie. Dat refereerde heel sterk aan VU. Dat is ook een open klinker op het einde, VA, VU, VA is uitnodigend, uh, geen medeklinker, maar een open uh, uitnodiging, uh, dus een, een alliantie, wij nodigen het nu uit om met ons in een alliantie te gaan, dat was een hele mooie naam, maar toen, vooral onder sturing van het reclamebureau, oh, Dan moet toch iets nieuws bij, je moet toch die breuk maken, en finaal werd het dan niet nieuwe uh, Vlaamse Alliantie, ja, want er was geen oude Vlaamse nee. Alliantie, maar nieuw Vlaamse Alliantie. Um, wat dan ja, eigenlijk uh, uh, toch wel uh, dubbele problemen opleverde. De, de eerste waren mineur, werden een beetje spottend. Er was een Noord-Vietnamese Army, dus hetzelfde letterwoord. Uh, er was een uh, uh, Neue Volksarmee in Oost-Duitsland, <laughs> wat we dan ook over onze kop uh, kregen. Maar het eerste was nog uh, uh, op het internet. Er bestond al een NV, een naamloze vennootschap A. Waardoor we dan niet gewoon in. VA of in VA konden nemen... ...maar een streepje er ertussen moest er plaatsen... Vandaar dat koppelteken daar. ...waarna ja. Ben Weitz maanden en maanden... ...werk gehad heeft om telkens opnieuw... ...de media erop te wijzen. Het is in streep VA. <laughs> telkens opnieuw werd dat... Werd dat dat verkeerde werd verkeerd gespeld. Dat ja. koppelteken dat is, werd verkeerd... ...op de verkeerde plaats ja. gezet. Stond Soms gebeurt dat... Plaats, al altijd, ja. ...ook altijd. Ja. Ja. Maar goed, dat is allemaal opgelost. En, en zoals Iene zegt... ...de, de inhoud is belangrijker. vandaag hebben we een sterker... merk dan, dan wat de VU ooit, ooit is ja. geweest... Um, een sterkere naam, maar ook een sterkere partij. Dus dat is voorbij. Uh, maar toen in het begin was dat een klein beetje. Ja, het is goed dan ook uh, niet makkelijk. Hè? Nieuwe partijen, nieuwe naam in de markt zetten, weinig middelen, weinig of geen middelen, geen toegang tot, uh, tot de media, zoals u tegenstreven. Dus dat was echt wel um, niet evident. Maar we hadden gelukkig ja, een hele grote, sterke basis. Hè? Mensen die ons steunden door dik en dun en die er ...ongelooflijk enthousiast uh, voor gingen. Ja, in u hebt dat grote moment, dat, dat naamsfeestje, uh, ja, meegemaakt. Want u was degene die samen met Geert het logo onthuld heeft. Daar zijn beelden van, hè. u kunt dat niet logen, hè? Nee, klopt. Het was ook ja, heel onverwacht eigenlijk, want ik was op weg naar Brussel. Uh, en toen kreeg ik in de autotelefoon van iemand van de barricade, het Ja, Ine, we zoeken nog iemand die met Geert het logo kan onthullen. Zie jij dat zitten? Uh, ja, tuurlijk ja. zie ik dat zitten. Uh, ik bedoel, uh, ik was vereerd. Maar als ik het nu bekijk, ja, is het toch wel een supergrote eer geweest om, om dat logo mee te mogen onthullen. Je merkt dat ook, mensen spreken nu daar nu nog op aan. Hè? Wissel van de Macht is tijdens de grote vakantie opnieuw op tv geweest. Ine, ik heb u op tv gezien. Dat waarde jij toch, hè? twintig jaar geleden. Van, uh, ja. ja. Ja, groot moment. Had u het logo vooraf gezien ook? Wist, wist u hoe de naam er ging klinken en hoe het logo eruit ging zien? De naam wisten we, dat was op partijbestuur gezegd, maar ik weet niet of ik het definitieve logo uiteindelijk helemaal gezien heb. Want er was met die apostrof, het, 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 het ruitje, was ook nog discussie waar het net moest komen en op welke hoogte en zo verder. Dus ik denk niet dat ik het definitief logo uh, op voorhand gezien had. Maar je hebt heel de discussie over dat logo wel meegemaakt. Ja, ja en, en het koppelteken en, en, en het ruitje en nieuw, nieuwe, uh, ja. 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 En, en, en de grapjes over Nivea en dergelijke... Ja, van, dat ja. werd ook wel een keer gezegd. Hè, ja. van, uh, de ja. Tegenstrevers, hè, ja, tegenstrevers, ja Ja, maar eigenlijk... De, de naam ai, blijft toch wel het meest bij. Want ik ben daar nog over aan het nadenken geweest, hoe die discussies waren en zo. En heel veel kan ik me daar eigenlijk niet meer van, van herinneren. Het is vooral het resultaat wat u toch wel eens ja. is bijgebleven. Ja, ja het, het is uiteindelijk wel een, een groot succes geworden. Uh, tegen... Eigenlijk ook het oordeel in van ja, grote voorgangers bij de Volksunie. Ik, ik herinner me Hugo Schiltz, een, gro een grote meneer geweest, lange tijd ook minister geweest van, van de Volksunie, die, die een open brief naar u schreef en, en, en zei: Geert, adieu en geen merci. Dat toont hoe pijnlijk die scheiding natuurlijk was, maar heeft u dat ook geen pijn gedaan? Ja, ik wil daar niet te veel op ingaan, maar inderdaad, dat was uh, naast alle andere. Uh, uitdagingen die ik had en, en de grote taken die ik op mij had genomen wf, kwam dat er bovenop het was pijnlijk, hè? medestanders van vroeger waar je uh, soms heel goede contacten uh, mee had met bepaalde van die mensen had ik elke week uh, telefonisch uh, contact um, ja, daar, daar kwam die splitsing en die ging gepaard met met, uh, met ook grote persoonlijke uh, ja, botsingen verwijten enzovoort en ja, dat is een hele pijnlijke periode geweest. Uh, is een periode die we gelukkig uh, achter ons uh, kunnen laten, natuurlijk. 6 mei 2002, zegt u datum nog iets? Was dat het ledencongres? Ja. Hoe kijkt ja. u daarop terug? Dat was een weekend, uh, weet ik ook nog. Um, een weekend uh, waar toch heel veel militanten aanwezig waren in Leuven. De aula's zaten vol. Um, er zijn ook discussies. Ah, ik, ik herinner me dat als, 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 ja, als iets, iets heel dynamisch waar heel veel werk in gekropen is. Um, en vooral het, het slotcongres op zondag, uh, waar zeer veel mensen aanwezig waren. Maar waar je zo rond bepaalde stemmingen toch ook nog wel, wel wat verdeeldheid zat: rond stemrecht, stemplicht onder andere. Mocht, hè, kon, hè. was allemaal gezonde discussies. gezonde discussies, maar dat heeft ons ook wel uh, een goede basis gegeven om verder te werken naar 2003. Is dat hè? de basis geweest, ja. inhoudelijk ook? Ja. Ja, ja, het werd afgetoetst met de leden, dan was je vertrokken, ja. hè. dus uh, dat is altijd wel belangrijk geweest. Ja, wat mij opvalt is dat een hele scala aan thema's werden uitgewerkt, hè. dus het ging... Absoluut niet alleen over het communautaire, dat scherp afgeleid was, dat was goed, dat was duidelijk. Maar ook onderwijs, eh, migratie, eh, economie, werk, dat zat er eigenlijk allemaal in. Hè. Tuurlijk, de verkiezingen kwamen eraan. Hè. Wij wouden dus met een sterk aanbod, hè. we zijn een aanbodspartij, met een sterk aanbod ook naar de kiezer gaan. Hè. Dus, dus spreekt het eigenlijk voor zich dat al die thema's daarin zaten. Hè. Ja, ja. Heb je daar een rol gespeeld in, die, in dat congres? In mindere mate. Uiteraard was ik, was ik uh, volledig daar. Ik zat toen ook professioneel. Ik moest een beetje een keuze maken, tijd uh, uh, verdelen. Maar uh, uiteraard ben ik daar aanwezig geweest. Ja. ja, heel het weekend. U bent daar ook verkozen tot voorzitter, hè? Geert. Ja. Met een Stalinistische uitspraak. Ja, klopt, ja. ik was een van de weinigen die niet voor mezelf gestemd heeft, <laughs> denk ik. Uh, ja, inderdaad, ik was ook de enige kandidaat. Het was wel een sterk uh, inhoudelijk congres. Hè. Ja. Dat nog altijd, denk ik, een van de sterke nieuwe geluiden die wij brachten. Uh, want we gingen inderdaad heel breed. Hè. Ik denk dat we het hele maatschappelijke. Uh, uh, thema, het hele veld eigenlijk bestreken hebben, maar een van de grote sterke nieuwe geluiden was dat over burgerschap en inburgering, mm. hè, waar we ons echt positioneerden hè, met verplichte inburgering, uh, maar ook duidelijk een, een breuk maakten met het, 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 uh, het, de, het afstammingsnationalisme, hè, het etnisch nationalisme, hè. Je, je, je kunt Vlaming zijn als je hier woont en, 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 en de waarden uh, die wij hebben van, van de rechtsstaat, van de democratie van gelijkheden die we hebben op alle mogelijke gronden. Uh, hadden u als gelijk, uh, welke afkomst je ook hebt, um, welke levensbeschouwing je ook hebt, maar hier kom je wel in die pluralistische rechtsstaat waar we alle levensbeschouwingen, voor zover ze natuurlijk niet de bedoeling hebben om, om de orde omver te werpen, uh, waar we alle levensbeschouwingen herkennen en daar moet je mee omgaan. Scheiding, kerk, staat, gelijkheid, man, vrouw, mm. geen discriminatie, niet op grond van uw afkomst, maar ook niet op grond van seksuele geaardheid en dan die verplichte inburgering. Um, en ik ben. In de loop van het jaar daar nog meer van overtuigd. Ik vind dat de EU dat ook zou moeten doen in zijn migratiebeleid. U weet dat de huidige commissie voor het von der Leyen gestart is met een portefeuille voor een commissaris. De European Way of Life, de Europese uh, manier van leven. Hè, dat, dat, je, dat mensen die hier komen. Wel, Ik vind dat we dat moeten opleggen. Ik vind dat die, dat, die, dat pluralisme, die pluralistische rechtsstaat, die democratie, die waarden van de verlichting. Die we nog maar een paar eeuwen hebben, hè, dat die ons allemaal binnen. Ik zeg altijd, we hebben één gemeenschappelijke taal, dat is de taal van de verlichting. En ik vind dat je kunt eisen dat als je binnenkomt in de EU, in welk land ook, dat je die waarden ook onderschrijft. En, en als je dat niet doet, als je hier de Sharia wil installeren, uh, parallele circuits en dergelijke meer, uh, niet aanvaardt dat mensen ongeacht seksuele geaardheid gelijke rechten hebben, niet alleen dat, maar ze ook respecteren. Dan hoor je hier niet. Ik vind dat we, dat we echt de, de, de kracht moeten hebben van onze overtuiging om, om dat te verdedigen in een wereld waar heel veel, ja, heel veel landen die, die waarden niet delen. Ja. Maar de bakens zijn toen op dat congres met die verplichte inburgering toch wel gezet en ook gerealiseerd in de Vlaamse regering. Ja, dat dat is onder een impuls van het NVA toch ja. geweest. Ja, klopt, we hebben daar de toon, toon gezet in die mate dat bepaalde journalisten naar wij kwamen, oh, jullie gaan veel te ver, jullie schuiven op richting. Ja, wat helemaal niet waar was, maar dat was een nieuw geluid. Maar, maar ik ben nog altijd heel blij dat we, dat we toen die toon gezet hebben. En dat is ondertussen ja, gemeengoed, Vlaanderen ja. aanvaardt dat. Uh, uh, Vlaanderen breed, zeg maar. Ja. Ja. In, uh, even naar jou. Uh, een van de kritieken toch die te horen was bij het ontstaan van de partij. Ja. Goh, uh, de partij is toch zo serieus. De partij is toch zo serieus. Die hardliners zijn toch zo heel ernstig. Ja, klopt. Dat kreeg je wel vaak te horen. Maar ik heb dat nooit zo beleefd. Het, het, stond, het stond ook voor degelijkheid, denk ik. He, serieus, bepaalde degelijkheid. De inhoud ook, wat toch een beetje haaks stond misschien op, op, uh, op de personen binnen andere uh, politieke partijen. En ik denk ook wel dat uh, we daarmee mensen hebben kunnen overtuigen. Het gaat ook over politiek, het gaat over bestuur, het gaat over verantwoordelijkheid nemen. Dan denk ik ook wel dat je een bepaalde serieuze of degelijkheid mag uitstralen. Ja. En ik kan je verzekeren: intern kon er ook wel eens goed gelachen, gedronken en gefeest worden hoor. Ja, jeetje, juist. Wel, um, Gevoel voor humor toch ook, ja? Ah, ja? Ik denk dat wij een partij zijn met heel veel geestige mensen, dat er heel veel ja. fijne humor is, dat er veel ambiance is ook, veel gezellige momenten ja. ook. Iets anders is natuurlijk dat we als partij, ja, altijd in de eerste plaats een partij willen zijn die, die, die staat voor iets, die inhoud uh, brengt, hè, de, de inhoud primeert, uh, boven de verpakking, dat was een van onze lijnen. Uh, ik weet dat Dirk de Voort op een bepaald moment, toen wij dat ja, die kritiek kregen, ja, Bourgeois die gaat die naar, naar, uh, uh, naar, naar die doet niet meer aan spelletjes op tv ja. enzovoort dat soort dingen. Ja, maar we zijn de partij van de vlotte ernst. Hebben we, de hele tijd yes, we zijn de partij van de vlotte ernst. Uh, maar ja, ik heb heel mijn leven aan politiek gedaan, vanaf mijn eerste stappen in de in de, in de politiek ook lokaal. Dat is ondertussen een heel tijdje geleden. Ik ben begonnen op mijn 16 jaar in de VU als secretaris van de afdeling. Um, altijd uh, aan, aan politiek gedaan met beleid. Altijd. Ik ga dat ook nooit veranderen. Ik, ik zit zo in elkaar en ik, uh, op lange termijn vind ik dat nog altijd de beste keuze. Ja, vindt u dat de partij de juiste beslissingen altijd heeft genomen, ook qua regeringsdeelname bijvoorbeeld? En, en vind je dat, dat de, de N-VA daar, um, daar uiteindelijk goed uitkomt ja, er zijn altijd uh, positieve en negatieve kanten. Uh, kiezen is verliezen. Uh, maar ik denk dat wij op een punt gekomen waren en zijn dat mensen verwachten dat wij onze bestuursverantwoordelijkheid mm -hmm. opnemen en dat we uh, proberen onze, ons programma. Uh, programma te realiseren. En, en hebben in elk geval bewezen dat we heel bestuurskrachtig zijn, dat we bekwame bestuurders hebben. Um, uh, niks is perfect, hè. je weet dat altijd. Aan, aan elke bestuurlijke deelname, het zij lokaal, het zij Vlaams, het zij uh, op, op het federale niveau, ja, zijn altijd mindere dingen. Je zit ook altijd in... Coalitieregeringen, mogen we niet vergeten. En dan nog België met zijn bijzondere complicatie: zijn twee-landen-democratie en, en geen enkele federale partij. Uh, als Margaret Thatcher verkozen was in de tijd, de dag erna had ze haar regering aan het programma: dat was haar partijprogramma. Hè, dat, dat werkt daar zo. Je hebt daar een boek en je gaat aan de slag. Terwijl hier is het niet alleen zo dat je een akkoord moet vinden tussen twee, drie, vier Vlaamse partijen, maar dat er ook aan de overkant nog is. Dus uh, vandaar dat we zeggen: kijk, maak, maak een einde aan, aan die, uh, aan die uh, blokkering waar niemand, waar niemand goed uitkomt. Mm -hmm. Slotwoordje: geeft onze historische missie. Hoe ziet u die? Onze historische missie is uh, voor mij dat we komen tot een confederatie, dat we uh, een eigen zetel hebben aan, aan, aan de Europese tafel. Um, maar dat we vooral uh, van Vlaanderen een natie maken die de welvaart, het welzijn, de culturele bloei heeft die ze verdient met alles wat wij uh, opbrengen aan inspanningen. Nog eens, wij uh, scoren op dat vlak in de Belgische constructie totaal ondermaats. En dat is onze boodschap die we moeten brengen aan de Vlamingen, die belofte doen, die promissen doen. Als Vlaanderen echt die hefbomen in handen krijgt, dan gaan wij een veel betere samenleving kunnen aanbieden en creëren samen met ons, met jullie allen. Het was bijzonder prettig en een hele eer om uh, met jullie uh, te mogen praten over die beginjaren, het ontstaan uh, van de partij, wat meteen eigenlijk ook een gesprek over de toekomst uh, van de partij was en dat maakt het natuurlijk zo mooi en we kunnen daarom ook zo mooi uh, afronden. Wat ik onthouden heb dit, dat is dat de partij is ontstaan dankzij de visie. En het doorzettingsvermogen en de werkkracht van een kleine groep mensen, onder andere onder leiding uh, van Geert, maar ook mensen achter de schermen, die geloofden, uh, in, bleven geloven in het DNA van onze politieke beweging, van dat democratisch Vlaams uh, nationalisme, die heel goed voelde wat er aan de basis van de toenmalige partij leefde, maar ook militanten, uh, leden, bestuursleden, sympathisanten uh, ook mee aan werkten toen en nog aan werken nu. Dames en heren, ik geloof verzet Bergen, de kracht van een overtuiging ook. Bedankt. Geert, en nog eens bedankt, Inne. Graag gedaan. En graag afspraak voor de volgende podcast. 20 jaar NVA.